Goedemorgen, welkom bij Van Gelder Fit Vervoer. Het belooft een prachtige dag te worden. We hebben mooi lenteweer. We hebben een hele leuke gast. Een gast die volgens mij zijn hele leven lang al bezig is met de muziek. Een gast die met zijn band bijna geschiedenis schreef. Want hij haalde met zijn band de finale van The Voice. Dan heb ik het natuurlijk over Marijn van Haren. De leadzanger van hard rock band Navarone. Is it the now that finds you out? Kortom, het belooft een dag te worden met seks, drugs en rock'n'roll. Ritje vandaag, Wiegen, dat is lekker bij mij om de hoek. En hier woont Marijn dus, als het goed is. Oh, en het staat te koop. Heel bijzonder. Hele goedemorgen. Hey. Ja, ik wou meteen een bod doen. Ik zat te denken aan 2,5 ton. Oh, is ja? Dat wat? Nou, dan denk ik dat de huisbezinder niet zo blij mee is. Nee? Nee, ja, we zitten maar gehuurd. Dus. Oh, je zit gehuurd hier? Ja, ja, ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Hey, wat leuk je te ontmoeten. Ja, eens gelijk. Met wie woon je hier dan? Ik woon hier samen met mijn vriendin Astrid en Roman, gitarist. Een van de gitaristen van Navarone. En zijn vriendin Theresia, met z'n vieren. Echt waar? Ja. Ja, heel gezellig. Heel grappig. Leuk. Dus je woont eigenlijk samen met je beste vrienden? Inderdaad. Ja, dat was ook al in Nijmegen het geval. En dat werkte zo goed dat we dachten, nou, dan gaan we nog een paar jaartjes langer doen. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Oké, goed. Je weet het. Je bent officieel nu Gelderse VIP. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nou ja, hartstikke goed, hè? Die Rijkhals heeft me uitgekeken natuurlijk, hè? Uiteraard, ja. Dat betekent dat ik de hele dag je chauffeur ben, je PA, als er klusjes gedaan moeten worden of ik moet nog iets regelen of wat ook, zet me aan het werk. Oké, nou, relaxed. Ik sta tot jouw dienst en ik ben wel heel nieuwsgierig hoe de dag eruit gaat zien. Ja, we gaan straks komen wat van de jongens, van de band. En dan gaan we repetitie doen. Dus een schrijfsessie, moeten we even kijken. Oh, leuk. Ja, dus maak jij ook muziek? Ik drum. Ja, je drumt? Ja. Oh, nou, dat is mooi. Dan gaan we met z'n allen muziek maken. Oh, nou, goed. De rest hoeft wel niks meer te doen. Nee, nou, dan kom klaar. Daar maken we de dag wel vol mee, denk ik. En daarna gaan we naar Balgooi, waar ik vandaan kom. Dan gaan we met Louis, de hond, en mijn vriendin Astrid gaan we een stukje lopen. Ach, wat leuk. Ja. En dan? We gaan nog even naar Arnhem, waar ik les geef. Dus we hebben een zangles gepland. Echt waar? Bij Rijn IJssel in ROC naar Arnhem. Oh, te gek. Kijk eens. Hoppa. Wow. Oké. Okay. Zo, lekker man, hè? Maar goed, zo gebeurt het dus hier. Ja. Hoe vaak per week zijn jullie hier compleet, zal ik maar zeggen? In principe sowieso één keer in de week, een hele dag, op de vrijdag. En ligt er een beetje aan wat er gedaan moet worden, soms meer. Of als we al heel veel hebben gedaan, dan kunnen we ook wel zeggen, we skippen een weekje, maar... In principe is het elke week een volle dag. Dat hele Voice-verhaal, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Maar jij bent degene die dus... Er werd net naar jou gewezen. Ja, toch is het niet leg zo. Dat, leg dat maar uit. Want het is best wel apart iets om je als hardrockband in het tv-circus te storten. Het ging hartstikke goed, maar we merkten ook dat we een beetje tegen een... plafond aan zaten waar we... Kom niet verder. Nee, de mensen die actief muziek ontdekken, die kenden ons wel, zeg maar. Maar juist het misschien wat meer mainstream grote publiek, nog een hele hoop niet.
En toen kwam dus dit op ons pad. En wij dachten ook in instantie ook van, hé, dat is vet raar om daar aan mee te doen. Een rockband, best wel... Ja. Even zeggen, je zegt nu heel snel, dit kwam op ons pad. Hoe komt dat dan op je pad? Word je benaderd? Of, ja, het is de scout, inderdaad. Publiek geheim dat The Voice ook zelf wel eens mensen benadert, zeg maar. Oké. Okay. En toen ook juist met de eerste band dat concept en zo wilden ze gaan proberen. Ja, voorheen was het ook namelijk dat Marijn was al wel vaker gevraagd om, ja, solo, zeg maar, als Marijn van Haren mee te doen. Nou, daar lag niet zijn ambitie. En nou kwamen ze dus met het verhaal van, hé, hebben jullie zin om met de hele band mee te doen? Nou, en dat was wel even zo'n ding van, oké. Ja, dus natuurlijk, je bent de eerste. Ja. En, maar voor ons, voor eigenlijk voor iedereen was het super spannend. Voor ons, voor jezelf, voor de hele redactie. Want ze wisten ook helemaal niet hoe dat het moest. Maar was je meteen voor, Kees? Ik was meteen voor, ja. Ik wel de kansen. Waren de andere twee bandleden, hadden die nog twijfels? Dus, of eigenlijk niemand? We hebben wel twijfels gezeten in de band, ja, zeker. Maar het is ook niet erg. Het is ook, wat je ook aangeeft, want het is nog nooit gedaan. Dus je bent iets, dus het is sowieso wel spannend. En ik snap ook dat er voor sommigen misschien wat angsten bij komen. En dat is ook begrijpelijk. Maar op een gegeven moment, ja, maak je samen een keuze. En... nou, achteraf blijkt het ook wel de goede keuze te zijn geweest. Ja. I look around in this wilderness inside me, slowly unfolded for you to see. Devil's fairy, take me home, an ice cold ship into the fire, longing for the things we hold, like a black setting sea passing underneath my head. Naar Balgooi. The city of Balgooi. 750 inwoners. Waaronder de familie van Haren dus. Te gek. Wat zijn eigenlijk 750 in Balgooi? Ja, zoiets. Ja. Dat is echt drie keer niks. Maar... drie keer niks, maar wel leuk. Het is heel leuk. Mooie plek ook. Je bent 32 jaar geleden geboren, ook echt in Balgooi. Ja. Hoeveelste in het gezin? De tweede. Ik heb een oudere zus en dan kom ik en mijn broertje daaronder en een zusje. Dus we waren met vier kids. Ja. En als je terugdenkt aan je jeugd, is dat een fijn gevoel, goed gevoel? Ja, heel erg. Ik heb zoveel leuke dingen gedaan. Daar was altijd heel vrij, sowieso. En vroeger ik begon met heel veel sporten, met voetballen en dat soort dingen. En muziek ook. Ik kwam er dus laatst achter dat ik 3 jaar was, dat met de carnaval in het dorp, dat ik toen live aan het zingen was. Ik dacht dat ik 4 was, maar het was blijkbaar 3. 3? Ja. Je was op je derde, en wat zong je? Zijn daar ook nog beelden van en zo? Clouseau, Anne. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij het sturen. Maar dat, ik denk niet dat ik zo meer. Anne, jij zou bij het sturen. Ja, dat was zo. Maar 3 is erg jong, hè? Maar 3 is hartstikke jong en dan toch. En blijkbaar wilde ik live zingen, dus het zat er al heel vroeg in. En toen gingen we in het dorp, had je dus altijd de playback show en de soundmix show dingen waar we aan meededen. En op een gegeven moment, wat ook super leuk was, gingen wat ouderen in het dorp, die toen 20 waren of zo, die gingen een piratenzender opstarten. Radio Accuzuur. Dat meen je niet. Ja. Je serieus? Radio Accuzuur. Ja. En dat was natuurlijk helemaal fantastisch, want dan werden we allemaal DJ en dan kon je 2 uurtjes draaien en dan ging je bij elkaar luisteren en biertjes drinken en... een feest, want er stond dan een keten of een caravan, die stond om de zoveel weken weer ergens anders, want het moest natuurlijk niet gevonden worden. Oh ja, dat was wel spannend ook nog eens een keer. Maar goed, altijd al de liefde voor de muziek gehad. Ja,
Enorm. En is dat van thuis uit meegegeven? Zijn je ouders ook muzikaal of zitten die in de muziek? Ze zitten niet in de muziek, maar met name mijn pa is wel heel muzikaal en sowieso heel erg muziek georiënteerd. Dus ja, dingen als Pink Floyd en U2, daar was hij helemaal gek van. Dus dat kreeg ik al heel vroeg mee. En want daarom ook, ja, op een gegeven moment bijvoorbeeld ook Bon Jovi. Dat ik weet dat ik 5 jaar was, dat ja, kwam Keep the Faith uit en toen was ik daar helemaal wild van. Ja, best een mannetje via... van 5 die gek is van Bon Jovi. Ja, toch? Ja. Ja, wel grappig. Maar goed, dat triggerde jou. Jij hoorde dat en je dacht, wauw, dat ja. is te gek. Ja, en dan ging ik dat uur op de schommel zingen. Omdat de buren er helemaal gek van werden. En dan was ik daar In These Arms en Bed of Roses. En Keep the Faith aan het zingen. Toen dachten de buren, laatste keer naar dat jong kijken. Dit is niet helemaal af. Nee, ja, precies. Ja, nee, want wat ik al zei, dat is eventjes leuk en schattig natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen als het een paar uur doorgaat, dat je er op een gegeven moment helemaal gek van wordt. Zo. Wat een mooi plekje hier. Ja, toch? Oh, kijk eens. Oh, daar hebben we hem. Hey. Kijk. Oh ja, dit is wel echt een serieuze hond. Hallo. Hi. Jochem. Hoi, Astrid. Ja, want we gaan een stukje wandelen in bal gooien. Ja, gezellig. Ja, we gaan het lijk af, hè? Ja. Kan niet lekker loslopen. Oh, ook nog eens een keer. Hoeft niet eens aan de lijn. Ja, tot naar de dijk toe wel. Maar ja, het is nu. Hij is dus 6 maanden, iets. Een paar weken, hè? Ja. Het is echt aan het puberen. Dus soms dan heeft hij echt bananen in zijn oren. Leuk, hond met bananen in de oren. Maken we dat ook mee. Ik zou zeggen, laten we gaan, maar. Yes. Ik pak even de riem. Ja. Yes. Want even over nu, over, ja, je bent er nu toch, Astrid, hè? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet ooit? Ja. Ja, dat is een goede was vraag. In jouw café, hè? Ja. Waar je altijd optrad. In Nijmegen, hè? Ja. In Dollars. Muziekcafé Dollars. Waar ik heel veel heb gespeeld tijdens mijn studententijd. En waar op een gegeven moment ook het begin was voor Navrone. Waar de eerste fanbase opgebouwd werd. Ja? Jij was fan? Nee, nee. Mijn zus kwam wel regelmatig bij Navrone kijken. Die vroeg altijd al, ga nou mee. En ik zei, ja... Ik woonde toen in Amsterdam, maar ja, met de zomerfeesten was ik er weer. En zei ze, ja, Dollar is toch altijd leuk? En toen was het wel heel leuk. Dus, Is het romantische verhaal van, goh, jullie keken naar elkaar en dachten, oh, ja, love at first sight? Ja, wel, eigenlijk denk ik wel, stiekem wel. Hey, zullen we deze jongen even vrij laten? Ja, ja, laat kan het. Laat maar los. Kan die even helemaal losgaan, ja. Ga maar lekker. Ja. Hoppa. Oh jongens, dit is toch? Ja, van de Maas en Waal, hè? Ja, dan van Maas en Waal. En dan de Maaskant. Maar hoe heb jij dat hele mediacircus ervaren? Want de Voice, hè, dan is er natuurlijk van alles en nog wat. En interviews en alles komt onder de loep te liggen. Jij komt een keer voorbij, de hond komt een keer voorbij. Vond je dat leuk? Ja, ik vond het leuk, maar vooral ook heel erg bewust van, gaat het goed? Met Marijn kan hij zijn rust pakken, ja. Voelt hij zich goed. En ja, ik voel me ook wel een beetje verantwoordelijk om dat rustpunt dan ook wel te zijn. Mm. Dat het allemaal fijn is. En ja, vooral in die voice-periode. Het is natuurlijk heel druk. Er komt veel bij kijken, ook veel onverwachte dingen. En best wel spannend. Oké. Okay. Ja. Al die uitzendingen, jij bent gewoon gaan kijken. Je was er altijd bij? Ben je dan in het publiek of ben je dan backstage? Ja, ik was in het publiek. Ja, één keer in een circle. Ja, precies. Nou, en daarna altijd, hè, dan had je je plekje. Dan stond altijd vriendin Marijn. Stuur ik even een foto met die sticker zo. Hé, hey, liefje, dat je het niet vergeet. Ja. It's me. That's me. Ja, precies. Maar op een gegeven moment was het leuk, want toen wist ik ook precies waar het zat. Dus dan kon je ook tijdens het spelen en het zingen, kon je even een momentje maken samen. Even contact, want je ziet elkaar dan even 2 dagen niet. En dan kom je naar die studio van The Voice en denk je, dan wil je eigenlijk elkaar nog even zien voor het moment. Maar dat kan niet, want hij zit natuurlijk daarachter en jij zit in het publiek. Dus... En dan kon je even een oogcontact momentje pakken, dat is wel heel leuk. Dat is voor jou altijd wel een momentje dat je denkt van, goh, waar zitten mijn mensen, waar zit Astrid? Dat je even... Ja, het is grappig. Sowieso doe ik dat vaak. En, want we hebben ook een dingetje van, als we dan aan het spelen zijn, dat ik... Stel, ik ben een keer niet zo goed bij stemmen of weet ik van wat. Ik heb, of ik voel zelf gewoon van, hey, gaat het nu wel lekker? Ja. Dan wil ik het even checken. En dan, dus dan zoek ik even Astrid op of zo. En dan check ik eventjes
Dan wil ik even kijken, zit het goed, zeg maar? Weet je wel, klinkt het goed, is het goed? Dus, en dan hebben we een idee. Maar soms ook, even, zeker in het begin hadden ze het niet door. En dan was ze bijvoorbeeld heel serieus aan het kijken. En dan dacht ik alleen maar, shit, het gaat niet goed. Shit. Dus ze vroeg er daarna van, ja, was het niet goed? Ze zei, wel, is keigoed. Ik zei, ja, maar dan moet je volgende keer even lachen, anders zag ik. Ja, als je ging twijfelen, je denkt, oké, ik zie spanning, dat is niet helemaal goed. Ja. Maar geef je hem ook nog tips? Nee. Of helemaal niet? Maar we kijken wel dat wie het hardst kan zingen onder de douche. Ja, maar we geven elkaar wel tips, ja, toch? Ja. Soms dan vraag ik ook wel van... Hey, wat is nou iets wat Astrid tegen jou zegt, waar je op moet letten? Waar ik op moet letten? Zijn vaak van die kleine dingetjes? Ook met op podium staan misschien wel dingetjes dat je kan zeggen van dat je die beweging doet of zo. Of, nou, ik kan meestal jouw bewegingen gewoon meedoen. Ja. Maar sommige bewegingen juist wel of juist niet? Jawel, ik vind juist dat hij heel mooi beweegt op podium. Ja? Ja, vind ik juist heel mooi. Oh, verliefd. Mooi. Ik voel me te veel. Ik moet gewoon lekker iets voor mezelf even gaan doen. Ik ga weg. Hebben jullie het even leuk samen? Kom, pak ik het straks even op. Ja, het is gelukt. Opgelost. Kunnen we door. Louis is er weer. Lekker wandelen met de hond. Even de hond lekker los. Zo. Leuke dag hebben we zo. Ja, relax, hè? Gelukkig met het weer ook. Te gek rond en wat een leuke vriendin heb je. Ja, leuk, hè? Ja, super. Ik vind het ook zo leuk om te zien hoe jullie nog, als jullie naar elkaar kijken, die verliefdheid, die spat er nog vanaf. Ja, dat is gewoon een super bijzondere dame. Ja. We gaan nu richting Arnhem. Ja. De ROC. Inderdaad. Want nou, daar geef je les. Daar geef ik les, inderdaad. Want je eigen studie, die was lang niet altijd even succesvol, hè? Toch? Nee. Laten we eens bij het begin beginnen. Ja, precies. Ik denk lagere school, bal gooien. Nou, dat ging allemaal goed, hè? Dat ging allemaal hartstikke soepel. Niks aan het handje. Nee. Middelbare school. Dat ging ik hartstikke goed. Landsrijk, twee vingers in de neus. Ja. En toen? En toen, dan ga je studeren. En, toen was het op de middelbare school, dacht ik altijd, ik moet naar de rockacademie. Ik moet naar het conservatorium, dus muziekopleiding. En toen kwam ik daar. En toen, ik weet niet. Ik had iets heel anders verwacht. Dus trouwens ook niet. Maar wat had je verwacht? Ja, dus ik wil helemaal niet de opleiding zwart maken. Daar gaat nee, het maar het was het tijd. Het was geen match. En dat was geen match, weet je wel. Van, dus plan B? Niet, ja. Dus toen plan B. Dus ik ging geschiedenis studeren in Nijmegen. Ja, ik zie weer een grote glimlach. Ja. Ik kan weer bedenken waar het eindigt. Maar toen kwam een vriend daarvan die zei, kom, we gaan naar de universiteit. Gaan we naar cultuurwetenschappen. Want dan komt er ook weer muziek, geschiedenis en kunstgeschiedenis bij en zo. En dan doen we dat. Van geschiedenis gaan we naar cultuurwetenschappen. Ja. Het is nog te volgen. En, precies. En hoe ging het daar? Nou ja, dat ging ook oké. Ja. Ik heb wel propenduizen gehaald. Maar ja, toch in dat laatste jaar. Ja, toen werd het dus ook weer. Had ik zoiets van, ik ga er toch niks meer doen. Dus toen weer gestopt. En anderhalf jaar gewerkt. Ja. Dus toen dacht ik, ja, wat zou ik dan doen? En toen dacht ik, ik kan ook geschiedenis in deeltijd doen. Ja, waar, waar je al ooit een beginnetje ja, had want dat had ik dus het eerste jaar al afgerond, alles gehaald. Dus, en zo geschieden. Oh, maar eigenlijk, als ik het dan zo hoor, want ik las ergens dat al die studies niet waren afgerond. Maar eigenlijk de gedeeltes die je gedaan hebt, die heb je gewoon goed gedaan. Alleen door omstandigheden heb je een paar keer een switch gemaakt. Ja. En er was natuurlijk het heilige vuur wat er ergens anders voor brandde. Daar ging de focus naartoe. Nee, ik heb... Kom, een HBO-papiertje. Netjes. Ouders kunnen er trots op zijn. Nou, dat vind ik wel. Ik heb hem niet. Dus daarom zit ik hier nu als PA, chauffeur. Hey, taxichauffeur. En ben jij de grote ster. Dat is het verschil. Zo zit het. Zo. En je hebt niet een leren tasje bij je met de blokfluit en de bladmuziek? Nee. Ja, nee. Dat hebben we al vroeger gedaan trouwens, blokfluitles. Daar weet ik alleen niks meer van. Oh nee, jij loopt gewoon nu zo het lokaal binnen en dan zitten er
een hele klas te wachten en dan weet je nu al wat je gaat doen? Of is het individueel? We gaan nu individueel aan de slag. Okay. Ja, en we hebben daar mooie studio's. Dus daar hebben alle apparatuur staat al. En ja, we gaan aan de slag. Hey, die Don't Stop Me. Kun je het eens doen? Ja. Kijken. En dat stukje daarna ook? Ja. Komt die nou zo? Komt die. Don't stop me. Ja. En kun je die... Don't stop me! Mag je best wel... Je hebt twee keuzes. Maak er eens eerst een mee van. Als in het Nederlandse woord van meegaan, zeg maar. Ja. Don't stop me! Don't stop me! Ja. Do! Do! Die is mooi. Maak hem mooi open. Don't stop me! Don't stop me! Mooi. Merk je dat het open wordt? Ja. I said I'm my juice. I need a rocking band. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Hell, I'm on a highway to hell. Highway to hell. Dus ook, dan wordt hij niet hard genoeg, zeg maar. Dat is heel goed. Harder hoeft het niet. Zit op de klank, op de toon. Dat is veel belangrijker dan volume. Ja, nice. Ik kom nog steeds dingen tegen, ook die leerlingen of meebrengen of doen. En dat ik ook denk, wow, hey, dat is gek. Nou, dan neem ik het ook mee naar huis en dan ga ik het ook weer uitzoeken. En het is ook een manier van leven, toch? Is dat ook hoe jij in het leven staat? Om gewoon altijd open te blijven staan voor andere meningen, andere dingen. En op die manier jezelf te verrijken. Ja, ja, heel erg eigenlijk. Kijk toch eens naar boven, weet je wel, dan of naar een sterrenhemel. En dan kijk van wat zijn we allemaal. En dit is allemaal zo'n groot geheel. Wat weten we eigenlijk? Wat weten dat we wordt allemaal? Bijna spiritueel nu zo'n beetje. Ja, dat vind ik ook. Heb je nou iets mee met spiritualiteit? Ja. Ja, ja? Heel erg. Ja, ik heb een aantal jaar geleden De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Die had ik gekregen van mijn zus en de man. Nou, die heeft dus 2 jaar of zo ergens gelegen of zo. Toen kwam ik er niet aan toe. En op vakantie toen wel erbij gepakt. Oh ja, die heb ik, dan moet ik maar eens gaan lezen. Nou ja, en toen was het echt... Dat heeft zoveel teweeg gebracht. Ja? Ja, er kwamen van één keer veel dingen op zijn plek of zo. Ik kon me heel erg aan relateren dat ik... Maar de kracht van het nu. Kun jij voor mij, ik heb het boek niet gelezen. Ja. Kan me er iets bij voorstellen, maar wat is de essentie van het boek? Dat er alleen maar het nu is. Er is geen verleden of toekomst. Het is allemaal... Of daar is wel, maar daar kunnen we het over hebben. Oh. Ja. Ja, hier met al die flitsen. Hè? Ja, dat doen we niet. Dan krijgen we in de toekomst toch ergens een bon, hè? Precies. Dat willen we niet. Nee. Nee, maar dat eigenlijk is dat niet. Elk moment wat er is, is het nu. Ja. Dus als we direct zeggen van ja, we komen bij mij thuis aan, dan kunnen we allemaal beschrijven, dat klopt. Dat gaat ook wel gebeuren. Ja. Maar als het gebeurt, dan is het weer het nu. Dan zit je in het nu. Ja. En wat daar heel belangrijk, of een hele kracht in zit, is dat wij mensen ons vaak heel erg zorgen maken en druk maken over iets wat in de toekomst ligt of in het verleden. Maar dat zijn allemaal mentale afbeeldingen van die situatie. Dus je kunt jezelf heel erg zorgen gaan maken over dat moment en wat er dan misschien wel niet allemaal gaat gebeuren of wat er is gebeurd. Ja. Maar je schiet er helemaal niks mee op. Nee. De mens leidt het meest van de dingen die hij vreest, hè? Ja. Zullen we een ijsje halen? Je wil een ijsje? Dat vind ik wel lekker, hè? Ja. Nou ja, ik ben blij dat je het vraagt, want ik heb het idee dat ik nog heel weinig voor je gedaan heb. Ik heb je alleen maar van A naar B gereden en van B naar C. Maar dan gaat... Nou, jij krijgt een ijsje. Je hebt het goed gedaan. Ja, precies. Jij krijgt van mij een ijsje. Jawel. Zo ben ik dan ook weer. Kijk eens. 1 dubbel karamel is geworden. Lekker. Nou, die moet je snel eten, anders... Ik heb gewoon ijs zonder stokje. Ik ben gewoon genaaid waar ik bij sta. Ja. We kunnen ook ruilen, hè? Nee, dit is gewoon... Ja? Dit moet zo, denk ik. Noem ze een brownie. Ja. We gaan even je nummer opzetten. Nou, zijn we toch nog lekker met ons ijsje bezig. Ja. Ik vraag altijd aan mijn gast van, welk nummer
Vind je prettig om de dag mee af te sluiten? Ja. Ik zie Led Zeppelin. Ja, waarom dit nummer? Ja, ik vind het zo... Dit is een live uitvoering van de Rain Song. Nou, Led Zeppelin is zo'n band zoals The Beatles en Queen, waar we het over hadden. Dat zijn mijn lievelingsbands, want die zijn super divers. Die maken harde dingen, zachte dingen, weet je wel. Rock, pop, alles ertussenin. Beetje, symfonisch, maar of dan weer heel veel simplistischer. Die gaat gewoon alle kanten op. En dat vind ik, dat kan ik heel erg waarderen. Geniet van je ijsje en van Led Zeppelin. Goeie. Met de live song. Met de Rain Song. Keepers of the blues, speak to me only with your eyes. Marijn van Neverone van Haren. Ja, precies. Het is het einde van de dag. Dankjewel. Wat vond je ervan? Ik vond het superleuk. Wel toch? Ik heb echt een leuke tijd gehad. Ik ook. En ik wil nog één selfie maken als herinnering aan deze bijzondere dag. Deze leuke man.